I love it so much. Good day, sunshine. It's a good day for sunshine. I love the summer, you know, going down to the beach with your friends and listening to some great music on the radio. Knokkenheist, wij zijn richting Scharpoort uitgekomen en bij mij staat natuurlijk Schepen van Cultuur, Annie van den Bussen. Schepen, inderdaad, ik zei we zijn Scharpoort uitgekomen. Anders was dat in de fameuze tent in Heist. Waarom? Ja, uiteraard, dat is een beleidskeuze geweest verleden jaar al. Dus, want zo'n festival bereid je natuurlijk een jaar op voorhand al voor. Dat kadert volledig die keuze in het COVID-verhaal natuurlijk. We hebben toen de keuze gemaakt. Ja, de tent kon toen al niet doorgaan. We voorzagen ook dat we dit jaar op veiligheid gingen moeten spelen. En dat een tent waar je 100.000 bezoekers in en uit laat gaan, dus dat dat zeer, zeer moeilijk is. Dus vandaar de keuze geweest om toch het kleinere, op een kleinere locatie, meer controleerbare locatie, veiliger locatie, cartoon te organiseren. Het leent zich perfect natuurlijk, hè? Scharpoort en de tuinen van de Scharpoort. Ja, absoluut. Hè? Want het wil niet zeggen dat alles dus indoor te zien is en te beleven is. Met het thema sport hebben wij dus ook wel gekozen dat de Scharpoorttuin, het Scharpoortpark, heten wij dat nu, het Scharpoortpark volledig ook in gebruik genomen wordt om een aantal leuke workshops, maar ook sportactiviteiten te gaan organiseren voor de kinderen, voor jongeren, voor de gezinnen. Dus mensen die geïnteresseerd zijn in de sport, in cartoon, maar ook in sport. Bij ons staat professor Mark Noppe, lid van de jury. Meneer Noppe, vertel even, hoe moeilijk was die keuze? De keuze was verrassend makkelijk, omdat de juryleden quasi unaniem en onafhankelijk van elkaar dezelfde richting uitgingen. En de winnende cartoon, het zijn er eigenlijk twee, de thematiek sprak ons enorm aan, omdat we ook zelf slachtoffer zijn geworden tijdens dat vreselijke COVID-jaar, door toch een deel van de maatschappij dat het daar heel moeilijk heeft mee gehad, ook op vlak van communicatie. En elke wetenschapscommunicatie in twijfel trok, anti-reageerde enzovoort. En dat eigenlijk symboliseerde een beetje wat wij voelden. De schoonheid van de planeet, van de wereld die aangetast werd door een bug, door een beestje. Dat was dat virus, maar dat was meer dan dat virus. Dat was ook een deel van de leiders ook in vele landen, die zo'n extreme toer opgingen en populistisch reageerden. De Bolsonaro's, de Trumps, de Johnsons in het begin. En ook in eigen land was er toch een deel van de politiek die zo reageerde en van de bevolking. En dat zelfs in het geval van één jurylid, Mark van Rans, die daarvoor is moeten onderduiken zelfs. Houd u vast. Dus dat bewijst dat we eigenlijk wel bij het rechte eind hadden, denk ik. Heeft u lang getwijfeld om toe te zeggen, ik ga dat doen? Nee, maar ik was verrast door de vraag. Omdat dat is de eerste keer dat die vraag mij werd gesteld om in een jury van een cartoonfestival te zetelen. Want ik ben helemaal technisch niet onderlegd in dat soort zaken. Maar ik vond het een hele eer om dat te doen en ik heb dat met veel plezier gedaan. En u bent het volledig eens met de keuze die gevallen is? Absoluut, het was onze keuze, dus ik ben het er helemaal mee eens. Wanneer kan men het cartoonfestival bekijken? Wel, vanaf vandaag is het gratis open voor iedereen. Spijtig genoeg moet je nog altijd reserveren, vanuit die COVID-maatregelen natuurlijk. Maar dus tot en met 29 augustus staat het cartoonfestival hier voor iedereen die hier naar Knokke-Heist komt. Elke toerist is welkom, elke dag toerist, elke tweede verblijver uiteraard. En uiteraard ook onze eigen bevolking gratis te bezichtigen. Als je zegt reserveren schepen, waar moet dat dan gebeuren? Dat gaat dan eigenlijk via ofwel CC-ticket, Knokke-Heist, ofwel kan men ook telefonisch 630-050-630-430 een ticket bestellen. Een ticket, gratis ticket weliswaar, maar nogmaals, omwille van COVID-maatregelen zijn wij daartoe gehouden. Heeft u enig idee van het aantal te verwachten bezoekers? Ja, dat is echt heel erg
koffiedik kijken. Wij hadden meer dan 100.000 bezoekers in de tent 2019. Verleden jaar outdoor hebben wij eigenlijk weinig zicht erop. Wat het nu zal brengen, weten we totaal niet. Maar alles hangt ook af een beetje van het weer. Hè. Het is echt een indoor activiteit. Gekoppeld wel met outdoor. Maar we hebben er echt geen... we hebben het gewoon het raden naar. Veel succes met het nieuwe cartoonfestival. Ja, dankjewel. Voilà, we hebben het begrepen, of u heeft het begrepen. Als je favoriet bent van dat soort dingen, dan moet je natuurlijk richting Schaarpoort vanaf nu tot en met eind augustus.